Hi. Hi. Ik voel me echt enorm slecht, want jij staat hier helemaal in je sportoutfit en ik heb echt... Jij voelt je slecht. Ja. Jij komt hier binnen als een diva met hakken aan en een mooi leren rokje. En ik kom net van de sportschool met zo'n tomatenhoofd. Daar heb ik lichtelijk bijgewerkt nu. Maar Nee, maar ik voel me echt zo... Ja, dat je niet gesport hebt. Ja, ik wil gewoon nu gelijk de sportschool in. Nou, ik zal wel dan weer beeldig mijn haar willen hebben met mijn hakjes aan en mijn leren rokje aan. Dus nou, dan hebben we allebei wat. Vertel. Hey, gezond dus. Ja, dat moet. Ik ben afgelopen vrijdag 40 geworden. Dus dan... Ik moet zeggen, ik ben niet obsessief bezig met eten. Of ik drink alcohol en af en toe rook ik ook een sigaretje. Oh. Oh. Slecht, ik krijg rimpels van. Helemaal, ja, ik weet dat het slecht is. Maar ik let op mijn voeding en ik eet gezond en gevarieerd en zo. Maar ik ben niet obsessief ermee bezig. Jouw favoriete smoothie? Ja. Juice? Nou, toevallig is wel heel leuk, want een vriendinnetje van mij, haar dochter, die is in één keer helemaal aan het juicen geslagen. Die vindt het heel leuk om te maken. En gisteren, ja, ik heb het hele weekend namelijk doorgebracht op de tennisbaan, want daar de clubkampioenschappen, gaf ze mij een sapjeslijst. Hoe leuk is dat? Helemaal top. 11-jarig meisje. Ah, wat schattig. Dus ik heb gezegd, ik ga vandaag de Isa-sap maken. En ik heb even ingrediënten gehaald. 3 kiwis, 3 bananen, een limoen, 4 sinaasappels en een handje spinazie. Dat gaan wij doen vandaag. En het leuke is dat hier op het lijstje staat... Eerst uitbessen. Eerst uitbessen. Dat gaan we niet doen. Nee, we gaan het er gewoon in gooien. Miepen. Dus, ik ga even de kiwis... Nee, we hoeven niet te schillen, schat. Oh, je doet dit er helemaal in. Het schillen al. We gaan het gewoon in. Zonder plasticje. Zonder plasticje. Dat zijn wel van die dat dingen. Dat meen je niet. Met schillen al. Ja, heb ik geleerd. Ja, jongens. Appeltje eitje, zeg appeltje, ik. Appeltje eitje. Kijk, en hier heb ik een stampertje. Ja. Voor mocht het toch een beetje vast komen te zitten. Ja. En dan druk je dat rustig doorheen. Rustig doorheen. Ik heb het idee dat wij samen met een koopprogramma bezig zijn. Maar dat zijn we ook een beetje. Jongens, het is het enige. Dit is mijn nieuwe verslaving, begrijp ik. Ja, en die van Edwin hoop ik ook. Stampertje. Oh, nou snap ik het woord slow ook. Ja. Het is low en een noep, het is niet een hele goede combi. Ja, maar het gaat zo meteen best hard, want ik heb hier nu nog het klepje niet opengezet. Oh, die ga je zo meteen. Want hierin moeten eerst die smaken zich vermengen. Oké. Maar hoe wil je de sinaasappel aangeleverd hebben? Nou, ook in partjes, dat het er alleen maar in past. Maar we gaan, ja, snij nog één keer met zo. Met de schil. Ja. Met de schil, ja. Ik moest er ook aan wennen, maar ik kreeg enorm op mijn kop toen ik, zeg maar... Daar zitten de vitamine op. Ja. Dat net onder de... En de smaak. Maar ja, het is ook weer zo wat om een sinaasappel te weet je dat ik het echt hysterisch vind dat wij in mijn keuken hier gewoon staan te praten alsof we een soort van kookprogramma samen doen. Af en toe moet je even tussendoor stampen. Ja. Wil je te veel nu? Ja, je wilt te veel, maar ja, ach. Wanneer niet? Wanneer niet? Heb je druk? Ik heb een lekker schemaatje, ja. En je hebt een nieuwe hond. Ik heb een nieuwe pup. Ik heb een nieuw programma. Vanaf vanavond gaat Holland's Next Topmodel weer lopen op RTL 5, elke maandag, de komende 8 weken. Ja. En 2 kinderen en een man die onregelmatig werkt. Hey, zullen we even nu een beetje resultaat gaan kijken? Jij bent chef slow juicer, dus jij bepaalt wanneer die open gaat. Ja, ik vind dat die open mag. Nou, kom maar dan. Het ziet er wel heel fijn uit. Kijk, want nu, zie je, daar komt alle schil komt er gewoon uit. En dan heb je alle lekker sap zit aan de andere kant. Er zijn mensen die hier koekjes van maken. Oké, nu ga je echt een stap te ver maken. Ja, hè? Dacht ik al. Ja. Limoentje. We zijn er nog niet. Maar je kunt dit invriezen qua tijd, dus je moet gewoon wat meer sapjes maken. Want je moet ook gewoon zo'n blender natuurlijk... Schoonmaken. Dat was toch de deal dat jij dat zou doen? Ja, dat doe ik. Ik wou net zeggen, dat zie je niet op de film. Dat je het ook nog wel schoonmaakt. Nee, maar dat weet je, laten we dat niet ontkennen. Ja, maar je moet het ook gelijk doen. Ja. Want anders dan is het niet te doen. Hey, ik zeg dat wij klaar zijn. Zal ik hem uitzetten? Ik zeg klaar voor het proeverijtje. Ziet er goed uit, zeg. Ja, hè? Mooi, hè? Boeren moet natuurlijk nog wel even, toch? Ja, een beetje boeren kan nooit kwaad. Het is echt lekker. Hey, we hebben een liter sap. Ja. Best wel. Ja, maar die kindjes komen zo meteen naar school. Die krijgen gelijk een monstersap voorgeschoten. Dat is de trick, hè? Ja.
Dat je moet je zeggen, er zit spinazie in, want dan is het gelijk. Oh, het gaat echt lekker. Moet je ruiken. Dat is jullie moe. Oh, wauw. Wauw, hè? Zullen we even een snor doen? Maar dit moet je dus elke dag doen. Super bedankt voor het kijken en wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!